Vrienden, kijk hem zitten. Daar zit hij. Ralf Seuntjes zelf. Ralf. Ja. Hoe is het met je? Nou, Harry, ik kan zeggen dat het wel wat beter kan gaan met mij. Ja. Natuurlijk de afgelopen 2 weken in een rollercoaster van negativiteit geleefd. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Ja. Alles viel gewoon de verkeerde kant op. En ja, het mocht gewoon niet zo zijn, leek het wel. Tegen Cambuur hebben we een goal nodig, valt niet. Tegen Jong Ajax een goal nodig, genoeg kansen, valt niet. Tegen Helmond genoeg kansen, valt niet. En dan uiteindelijk ja, krijg je die klap bij Roda. Ja. En dan, ja, dan weet iedereen hoe het afloopt. En dat is ja, een deceptie. En dramatisch. En ja, als ik eerlijk ben, ben ik daar nog wel, wel heel chagrijnig over. Ja, maar hoe ging dat dan? Ik bedoel, dat begint in de kleedkamer. En dan, hoe gaat het dan verder? Ja, het is gewoon heel stil. Heel stil, Harry. Echt heel stil. Het was stil in de kleedkamer, maar daarna. Dan ga je naar huis en dan? Ja, naar huis. Dan ja, heb je het thuis erover. Dan, heb je vrouw geslagen? Nee. Oh nee, net niet. Oh, Ralf slaat geen vrouw, jongens. Nou, oké. Okay. Nee. Hey, maar wat dan wel? Ben je met dingen gaan gooien? Weet ik veel. Wat heb je gedaan? Nee, ja, ik ben gewoon gaan schelden, gaan zeuren, ook op mezelf. Maar je weet hoe het werkt. Dan is alles slecht en niks is goed en alles is verkeerd gegaan. En ja, dan loop je alleen maar eigenlijk negatief en gal te spuwen op alles en iedereen. En ook jezelf, wat je allemaal niet goed hebt gedaan en wat je misschien anders had moeten doen. Ja. En dan ja, 2-3 dagen later, zeg maar, is dat die ergste frustratie is wel weg. Ja, maar dan voel je nog steeds... Het is wel heel erg hoor, eigenlijk. Het is eigenlijk heel verschrikkelijk. Ja, Harry, kijk wat het is, vriend. Je hebt 2 jaar op een promotieplek gestaan. En je verliest hem op doelsaldo. Je hebt 3 kansen gehad om het af te maken. En dan uiteindelijk, Roda win je 2 keer van in, die, in het jaar. En dan de cruciale wedstrijd, maar verlies je hem met 3-2. Ja, verschrikkelijk. Als je nagaat, hè, Harry, ja. Dan denk je gewoon iedereen gaat naar een psychiater toe zometeen. Ja, dat zou ik maar doen, ja. Ja, ja. Ja. En wat hebben we nu? Dus we hebben alle ellende. En nou is die snoei, die wordt uitgezocht. Die wordt ontslagen. Ja, ja, die is eruit gekikt inderdaad vandaag. Uitgezonden biedt het. Ja. Ja, dat is ook wat. Ja, dat is zeker wat. Ja. Maar dat is ook inherent aan het voetbal. Ja, als je, kijk, het voetbal is zo'n emotionele sport. Dat is gewoon als je dan uiteindelijk... niet gepresteerd hebt, en dat zie je overal terug in alle lagen van het voetbal, ja, dan gaat het rationele gaat weg en het emotionele komt naar voren en dan wordt er snel afscheid genomen. Kijk Harry, als jij onze trainer was gehad, jij gaat ook niet tegen mij zeggen, Ralf... Nee, ja, dan had ik gezegd, godverdomme Seuntjes, je schiet op de paal halen vergaren en daarom ben ik nu mijn bank kwijt. Ja, precies. Jij gaat ook niet tegen mij zeggen, ik wilde die bal op de paal schieten en niet in de goal. Kijk, snap je? En maar dat is het lijntje van het voetbal, Harry. Het is zo close en uiteindelijk ja. Zo flinterdun, ja. Leg mij nou eens uit waarom het fout gegaan is. Want dat moet je toch ook zelf bedacht hebben. Waar ligt het nou aan? Ja, het ligt eraan, simpel gezegd, Harry, dat wij die bal niet tegen de touw hebben geschoten. Maar dat is natuurlijk simpel gezegd. Maar... Ja, maar dat is te eenvoudig. Dat is te eenvoudig, zeg ik ook. Het gaat eigenlijk erom... Ja. Wij hebben natuurlijk het laatste half jaar zijn wij naar een 5-3-2 systeem gegaan. Ja. Hebben wij wel de stabiliteit in de verdedigende zin gevonden. Maar in de aanvallende zin was het heel pover in dat systeem. En eigenlijk niet te doen, zeg maar, voor de voorhoede spelers om daar goed in te presteren. Dat wijzen de statistiek ook uit. Dus ja, ik heb dat persoonlijk ook al gezegd. En ik heb dat ook intern gezegd. Ik zal een ander tactisch vernuftje toevoegen of iets... Waardoor de aanvallers wel weer rendabel worden. En ik denk dat we dan uiteindelijk een grotere kans hebben, zeg maar, om succes te halen. Ja, en dat dus is niet denk dat het, ik, nee, ja, ik denk dat het daarin meer een tactisch verhaal is, zeg maar, waardoor het uiteindelijk niet geslaagd is. Ja, luister goed. Ralf Seuntjes, wat zeggen we nog tegen de aanhang van de Graafschap? Want jij neemt afscheid nu, jij bent weg. De groeten, het is niet gelukt. Je had natuurlijk graag afscheid willen nemen met een promotie. Ja. Daar heb je helemaal spreek ze toe daarin, doe ik hem. Nou, supporters van de Graafschap, ik bedank jullie voor de steun die ik altijd heb gevoeld.
Naar de soap in, inderdaad met de NAC een beetje dat ik daarheen ben gegaan, zeg maar. Ja, er is al genoeg over gezegd. Maar ja, de sfeeracties en ja, de steun die ik vooral het eerste jaar toen jullie allemaal nog in het stadion mochten komen, die ik toen gevoeld heb. En de ambiance en de beleving die ik daar heb gevoeld was ongekend. En ja, dat zal ik mijn leven nooit vergeten. Jullie verdienen de Eredivisie. Ik heb daar persoonlijk ook in gefaald. Ik had jullie daarheen moeten brengen. Zo voelde ik dat echt. En dat is mij niet gelukt. En ik wens jullie wel al het beste in de toekomst. Ik hoop dat jullie de sfeeracties nog waanzinniger maken. Al denk ik dat het niet meer kan. Want ik heb niks zo extreem en moois gezien als jullie hebben gedaan. En ja, ik hoop dat jullie vanaf volgend seizoen weer de Vijverberg op mogen. Om ze dan wel echt die 90 minuten lang te steunen. Want als dat was gebeurd, waren wij natuurlijk 1000% gepromoveerd. Want wij hebben de steun natuurlijk enorm gemist in de Vijverberg. Kijk. En je blijft natuurlijk altijd wel even een beetje, een klein beetje superboer, hè, voor de rest van je leven. Ik zeg eerlijk, Harry, de Graafschap heb ik persoonlijk in mijn hart gesloten. Dat klinkt misschien gek en mensen geloven het niet. Ja. Maar ik zeg eerlijk, ik zal de Graafschap altijd een warm hart toedragen. Want ik vind het een geweldige, geweldige club. Kijk, dat had ik graag willen horen. Dat meen ik echt. Ralf Zuintjes, ik wens jou vol seizoen heel veel succes daar in Breda. Dankjewel, topper. En heel hartelijk dank. Top. Jij ook bedankt, Harry, dat ik mijn zegje heb kunnen doen bij jou. Ja. Dat is in ieder geval wel fijn. En de groeten, vriend. Rustig aan, hè. Zwaai. Dag. Doei, doei. Dag.